Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben met Jordi vanochtend bij de apotheek geweest. Ik heb weer zijn voorlax opgehaald. Ik heb neusspray opgehaald, want hè, deze kleine vent is gewoon verkouden. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik heb ook zijn antibiotica opgehaald. Want die was weer bijna op. En daar doe je 10 dagen mee. Want die is maar 10 dagen houdbaar. En dan heb ik een potje ook even bij de winkel gehaald. Omdat ik anders te laat was met alles om nog fruit te maken. Dus dan doe ik het heel eventjes zo. Hier zit geen banaan in. Dit is appel, persik, mango. En die vindt hij ook lekker. Hé jongen? Heel soms moet je gewoon even schipperen. En dat doe ik nu, want ik kan niet meer haasten. Ik ben voor een slome mama, hè, jongen. Ja. Niels noemt mij ook niet voor niks pingwing, hè. Ik waggel zo. Ik ben nu wel dikker dan bij Jordi. Dus bij Jordi was ik dunner qua buik. Waarom dat er is, weet ik niet. Want ze hebben ongeveer hetzelfde gewicht en alles geschat. Als dat... Jordi was rond deze tijd. Dus ja, ik weet het ook niet. Nappen? Jordi is ondertussen heel even Boomba aan het kijken. En zijn broekje vol aan het maken, zo te ruiken. Dus we zijn weer goed bezig vandaag. Ja. Hé jongen. En we waren dus ook eventjes naar de winkel geweest. En ja, dat dus. En nog happen, jongen. Hoppakee. Goed zo. Oh, moet ik stil zijn? Oké. Maar dan heb je pech, want daar ben ik niet. Ik ga hem heel even verder zijn fruitje geven. En zorgen dat hij alles heeft. En dan ga ik daar zelf ook nog even een boterhammetje eten. Want hè, dat is ook wel nodig. Ik ben trouwens ook verkouden aan het worden. Hij heeft me aangestoken. Verdomme. Jordi die heeft nu even geslapen. Hij wilde ook zijn flesje niet helemaal opdrinken. Hij voelde zijn eigen denk niet helemaal lekker. Maar nou is hij weer wakker. En doe je mama knuffelen, hè? Ja. Nee, mama knuffelen. Ja. Dus, ja, hij is nu dan wakker. En dat doet hij in mijn buik knuffelen nu. Dus ik vraag mij er toch af of hij het in de gaten heeft. Dat er een broertje aankomt voor hem. Ja. Oh. Maar hij voelt zijn eigen niet helemaal lekker. Hij zit niet in zijn hummetje. Goed zo, schietjes laten. Ja. Boom. Teentjes. En daar gaan we. Een hele goede morgen. Jordi, ik heb gisteren niet veel meer gefilmd, want Jordi die voelde zijn eigen gewoon echt niet lekker. Want hij is gewoon snot en snot verkouden.
En ja, dus het is gewoon slimmer voor ons geweest om eventjes gewoon daar de focus op te leggen. Met het feit dat hij zich eigenlijk niet lekker voelt. Het zit ook allemaal gewoon in de lucht. Ik ben zelf ook nou snipverkouden. Niels is snipverkouden, dus ja. Ja, allemaal verkouden. Nu krijgt Jordi zijn fruitje, hè? Jappe? Hallo? Jappe? Goed zo. Het is fruit uit de vriezer, dus nog extra koud, lekker voor zijn keeltje. Dat hij in ieder geval... ik werd even gestampt. Dat hij in ieder geval lekker verkoeling aan zijn keeltje heeft. En ik heb hem ook wat waterregel gemaakt voor hem. Zodat het wat makkelijker te eten is. Jappe? Jordi? Hallo? Koekoe? Hihi. Je moet happen, hè? Kijk eens. Van mijn happen. Goed zo. Ik ga even een ander lepeltje pakken. Nee. Ik heb een ander lepeltje. Iets groter. Dat kan iets beter op en lekt niet zo. Nee, je hoofd recht. Goed zo. Een beetje een zieke boegje hier. Al is verkoudheid natuurlijk niet echt griep. Maar ja. Jordi voelt zijn eigen er niet zo lekker onder. Dus ja. Moeten we het er maar mee doen, hè? Jappen? Hap. Goed zo. Maar in ieder geval, dat is dus wat ik aan het doen ben. Ja, gisteren... ja, hij was gewoon echt niet in zijn hummetje. Dus ja, heb ik ook bijna niet gefilmd meer. Want ja... De regel van mij en Niels is gewoon... We filmen niet als Jordi niet in zijn hum is. Om welke reden dan ook. En dat was gisteren. Hé jongen. Ja. En vandaag gaat dan weer ietsjes beter. Tenminste, nu dan, hè. Ik weet niet hoe het vanmiddag is, maar nu dan. Vanmiddag gaat hij wel even naar de kapper. En dan wordt hij lekker geknipt. Papa ook, hè. En als alles een beetje mee zit, dan ben ik volgende week aan de beurt. Kan ik ook lekker naar de kapper. Goed zo. Dan zijn we allemaal weer geknipt. Ja, allemaal weer geknipt. Maandag ben ik trouwens 35 weken zwanger. En toen ik 35 weken zwanger was van Jordi, toen was Jordi er... Mijn dag later, 35 weken en 1 dag. Volgens mij was het zoiets. In ieder geval, ja. Jordi is dus te vroeg geboren. En, ja, dat is wel een heel dingetje geweest, hoor. Maar het is wel zo, ik ben nu al dikker dan toen bij Jordi, toen ik zwanger was. Dus dat is dan weer wel zo. Of het goed of slecht is, dat weet ik ook niet. Het is lekker, hè? Aardbeidjes en persikje uit de vriezer. Hè? Lekker, hè? Mm-hmm. Ik krijg lekker zijn flesje en dan gaat hij zo lekker slaapje doen. Hm? Mama is er. Rustig. Dus, volgende shot gaan jullie hem weer wakker zien, hoor. Deze grote vent zal weer wakker. En wij gaan nu naar de kapper. Eventjes nog Jordi eventjes zijn broek en zo aandoen. En dan gaan we naar de kapper. En dan worden Niels en Jordi geknipt. Dus dat gaat nog wel worden. Ik ga volgende week, ja. Mits dat er niks gebeurt. Ja. Zo. Papa en Jordi zijn geknipt. Oeh. En nou niet meer zo lang wachten met knippen, hè, papa? Nee. Want je leek net zo'n Harry. Terwijl het 100 meter van ons huis is. Ja.
Ah ja, dat komt ook allemaal omdat we het allemaal druk en hadden. Iedere dag tot 8 uur open zijn. Ja, inderdaad. Nou ja, dat komt wel goed. Dus, maar ja, ik ben volgende week aan de beurt, dus bij mij gaat er ook een stuk af. Maar goed, wij gaan nu eventjes naar de bouwmarkt, want Niels moest kit hebben voor op Jordi's kamer. En daarna even naar de supermarkt en dan zijn we weer naar huis. Oh, ben je gewoon geknipt? Ja! Ja, het is mooi gedaan. Ja! Papa ook. Mama niet. Hij heeft net gegeten. Had buikpijn, dus vandaar dat hij even voor de tablet zijn eten heeft. Ik ben nu eten aan het maken voor Niels en mij. En dan laat zaterdagavond lekker beginnen. Toch Niels? Ja, we hebben lekker gegeten. Jordi is, heb ik nog in de douche gegooid. Bij mama. En ja, daarna had hij even buikpijn. Allemaal scheten laten en ja, huilen. En tijdens de fles had hij nog een natte scheet gelaten. En nu ligt hij te slapen. Hopelijk blijft hij lekker slapen. Meestal als hij na een uur niet wakker wordt, dan wordt hij eigenlijk niet wakker. Je kan vannacht nog zijn een keer. Ja, hij is de afgelopen paar nachten om 2 of 3 uur of zo. Dan wordt hij wakker. Dan denk ik van, ik moet er over een half uur toch uit. En dan ik kijk op de klok, hè, 2 uur. Dus dan ga ik hem maar een schone luier geven en dan, dan leg je hem in bed, slaapt hij gewoon weer verder. Ja, gelukkig wel. Ja. Dus dan zullen we wel zien of dat vannacht ook weer gaat gebeuren. Wij gaan bankzaken en beleggingen doen. Ja. En dan zien we elkaar morgen alweer. Ja, alvast wel rust allemaal. Wel rust. Een hele goeie middag! Wij hebben een ochtendje doktersbezoeken gehad. Niet voor mij, maar voor Jordi. Jordi die heeft al een paar dagen dat hij een soort van buikgriepachtig iets heeft. En met de ziekte van Hirschsprung, ik zou dat enterocolitis of zoiets zijn. Nou is het natuurlijk niet zo dat Jordi niet vrolijk is of wat dan ook. Maar Jordi laat ook wel eens een vertekend beeld zien van waar hij last van heeft. Dus vandaar dat wij naar de huisartsenpost zijn gegaan. Waar de huisarts ons eigenlijk ook serieus nam. En het ziekenhuis waar Jordi normaal altijd komt. Die zei van we vinden het niet nodig om hem te zien. En toen hebben wij het Radboud gebeld samen met de huisarts. En die vonden het wel nodig om toch even te komen. Dus wij zijn nog even naar het Radboud geweest. En daar hebben ze hem gespoeld en bloed geprikt. Niels die maakt ondertussen licht aan. Dat ze konden wel degelijk zien aan de ontlasting dat er iets aan de hand is. Maar het kan zijn dat hij het ergste al heeft gehad. Dus dat betekent dat, dat hij al aan de betere hand is. En dan kan dus ook met een enterocolitis. En ze hebben ook bloed afgenomen. Mocht hij van de week toch nog zieker worden, dan kunnen ze in ieder geval iets van vergelijking doen. Want we zeiden ook gelijk van ja, nee, kom maar gelijk. We gaan het gelijk controleren en nakijken. Dus dat is wat we hebben gedaan. En nu zijn we weer thuis. Ja, we zijn weer thuis. En je hebt al wat gegeten en dan gaan papa en mama eten. Ja. Hè, lekker ding. En we hebben ook gelijk even boodschapjes gedaan. Dus dan ga ik ook eventjes uitruimen. Je gaat niet mijn vinger op eten. Nee. Je gaat niet mijn vinger op eten. Maar het nadeel is gewoon bij een kindje met Down. Die laat vaak een vertekend beeld zien. Dus dan is hij heel vrolijk. Maar voelt hij zich eigenlijk gewoon eigenlijk helemaal belabberd. Dus, en maar goed dat wij Jordi enigszins kennen.
Niels ligt te slapen. Jordi ligt te slapen. Hij is nu inmiddels weer een beetje wakker, maar hij ligt te slapen. Ik ben ondertussen alvast met eten bezig. Jordi die maken we zo wakker, zodat hij in ieder geval weer even op tijd wakker is. En ja, dat is deze zondag. Dat krijg je ervan als je ja, iets niet helemaal vertrouwt en het toch even nagekeken wil hebben. Jordi, weer wakker worden. Hey, weer wakker worden. Hi. Zeg maar waarom die camera gelijk in het mond werkt. Wil je wakker worden, hè? Oh, ga je erbij zitten? Oh. Lekker stukje. Hi. Hallo. Hij lijkt ook echt op zijn moeder. Ik moest ook altijd zo wakker gemaakt worden, want anders dan was ik niet te genieten. Hallo. Hey, lekker stukje. Hi. Ja. Allee, jij bent dan nog vrolijk. Mama was dan gelijk chagrijnig. Ja. Hallo. Ik was dan gelijk chagrijnig. Ik werd dan gelijk een beetje boos. Ja. Jij niet, hè? Ja, jij niet, hè? Zullen we papa wakker maken? Ja, dan denk ik even papa wakker maken, hè? Lekker stukje. Jordi, die ligt lekker even te spelen hier in de box. En ik ga heel eventjes de keuken opruimen en die dingen allemaal. Niels is boven nog even bezig op het slaapkamertje van Jordi. Spelen in de box. Die gaat iets later naar bed als normaal, want die slaapt nou toch nog niet. Dus die houden we nog heel eventjes op. Nee, die had tot 5 uur geslapen, dus... Ja, dus die heeft, het heeft geen nut om hem naar bed toe te doen nu. Wat is er nou precies aan de hand met Jordi? Even gauw uitleg. Jordi heeft al sinds donderdag dunne ontlasting. En een beetje gelig van kleur en breierig. Ja. En dat kunnen een paar dingen zijn. Ja, hij werd ook 's nachts wakker, terwijl hij eigenlijk nooit 's nachts wakker wordt. Ja, met buikpijn. Als hij wakker wordt, dan is er iets aan de hand. Ja. En nou is het zo dat bij hiersprong is een variant van... Een soort van buikgriep, enterocolitis, als ik het goed uitspreek. En hij had wel een aantal symptomen daarvan. En vanochtend
heb jij echt een half uur over de luier gedaan om hem te verschonen. Ja, want iedere keer dan poept hij weer een beetje. Ja, daar kwam dus iedere keer gewoon weer uit. En nou kan het verschillende redenen zijn waarom dat zo is. En dat maakt verder ook niet uit. Maar ik vertrouwde het gewoon weg niet. Ik wilde het gewoon even extra gecontroleerd hebben. Dus ik heb de huisartsenpost gebeld. En de huisartsenpost zeiden ze van, ja, kom maar gewoon. Want ja, met de achtergrond van Jordi willen we het gewoon zeker weten. En de huisarts die was ook echt van, ja, ik snap dat jullie het niet vertrouwen. En ik snap dat jullie het gecontroleerd willen hebben. Ja. Dus die had de kinderarts van, in principe ons eigen ziekenhuis, gevraagd om even mee te kijken. En die zeiden van, dat is niet nodig. En daar was hij het niet mee eens. Dus toen zei hij ook van, ja, jullie zijn bekend in het Radboud, dus dan bellen we naar het Radboud. Hebben we gedaan. En die zeiden gelijk eigenlijk van, kom maar langs. Ja, daar zijn wij gelijk naartoe gereden. Ja, want hun zeiden van, we willen liever dat hij het niet heeft en dat we het extra controleren. Als dat hij het wel heeft en dat hij daar doodziek is. Want er zijn gewoon kindjes die hier aan overlijden als ze dit daadwerkelijk hebben. Hmm. En die kinderarts die zei, volgens het puntensysteem hebben ze goed gehandeld. Maar helaas hebben wij te veel kennis. En zijn wij extreem voorzichtig met dit soort kinderen. Ja. En deze ziektes. Ja, ook omdat Jordi vaak een vertekend beeld laat zien. Jordi is geen kind dat snel koorts heeft of wat dan ook. Hij is altijd vrolijk, zet altijd een maskertje op als hij zich niet lekker voelt. Dus Jordi geeft gewoon een vertekend beeld en dat weten ze daar ook in principe. Maar je moet zeg maar 10 punten halen volgens een bepaald puntensysteem en Jordi had er 4. Ja, dus, het betekent niet dat hij het niet had of niet heeft. Ze hebben wel bloed gecontroleerd, maar de ontstekings... En een röntgenfoto hebben we gemaakt van zijn buik. Ja, de ontstekingswaardes waren wel in die mate netjes. Dat hij zei van, ja, we kunnen er op dit moment niks van maken. Maar dat betekent niet dat hij het niet gehad heeft. Want je kan er ook zelf van weer beter worden. Het kan zijn omdat hij het misschien ooit gehad heeft. We vermoeden dat hij het eigenlijk net na zijn geboorte gehad heeft, die bacterie. Ja. Dat hij eigenlijk een soort antistoffen daarvoor aan heeft gemaakt. Ja. Dus, maar in ieder geval, hij heeft het officieel niet. Wil niet zeggen dat hij het niet heeft. Dat zegt de chirurg ook daadwerkelijk. Kan ook zijn dat hij een andere buikgriepvorm heeft. Ook met de ziekte van Hirschsprung is dat gewoon heel erg lastig en naar. Dus, al met al, ja. En mocht het nou zijn dat die toch nog achteruit gaat, dan hebben ze een röntgenfoto en bloedwaarde om te vergelijken van is het achteruit gegaan of... Ja, want dat vinden ze wel heel erg belangrijk in het Radboud. Dus dat is eigenlijk wat we hebben gedaan vandaag. En het is niet zo dat ik overbezorgde moeder ben, want ik wacht juist met bellen. Vanochtend dat hij zo lang met de luier bezig was, dat triggerde mij gewoon. Dat ik zoiets had van, ja, dit is niet goed. Ja, en als hij nou last heeft van zijn darm, dan moeten we spoelen. Ja, dus en dat gaan we dan ook doen. Dus ja, dit was het eigenlijk wat we vandaag kort maar krachtig beknopt verhaal. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat we gedaan hebben. Ja. Maar nu ga ik... Je bent zo 4 uur op pad geweest. Ja, je bent zo even op pad. Nu ga ik nog heel eventjes boven rommelen. En Niels die gaat met Jordi spelen of zo. En dan gaat hij daar een keer naar bed en dan gaan wij ook naar bed. Dus, ja. Dus wij gaan bij deze ook deze ups en down afsluiten. En we gaan jullie alvast wel trusten wensen. Wel trusten en tot de volgende keer. Tot de volgende.